allemaal, ik ben deze schrijver met de Wolf en vandaag wil ik het hebben over de maand oktober. Het astrologisch weerbericht, dus wat kunnen we verwachten van oktober? Allereerst natuurlijk loopt het niet voor iedereen altijd synchroon. Dus ik zal de energie voor de meesten van ons en hoe dat gaat zijn in oktober bespreken. Eventjes fysiek gebeuren een aantal dingen. We hebben wat meer rugpijn. Het komt gewoon omdat oktober qua energie een beetje drukkend is. Er wordt veel van ons gevraagd. Er wordt veel verantwoordelijkheid van ons gevraagd. Mensen vragen veel hulp aan ons als lichtwerkers. En dat gaat uiteindelijk op je rug drukken. Dat is gewoon heel normaal. Dat gebeurt ook vaker. En dat is gewoon hoe de energie op dat moment is. Dan hebben we de maag. Het is op zich een leuke maand om te kunnen afvallen. Omdat het stroomt allemaal gewoon lekker door. Ga je dus ook merken aan dat je maag wat meer borrelt. Of dat je meer honger hebt. Of dat je lichaam meer eten vraagt dan normaal. Dus dat gaan we ook merken. En dat ligt dan ook gewoon aan, omdat oktober een leuke maand is, dat dingen doorstromen. Dus dat loopt voor ons, dat onze plannen lukken. Dus dat is positief. En qua financiën dus ook. Dus heb je plannen of ben je met iets bezig om op te starten, dan is oktober daar een hele goede maand voor. En een goede maand voor om beslissingen te nemen. Dus dat is mooi. Een stukje relaties. De behoefte in oktober om een partner te hebben is wat groter. Maar zorg wel dat je de juiste keuzes maakt. En dat je altijd wel een nieuwe partner of een huidige partner kiest of houdt. Die wel goed voor je is. Het is altijd beter natuurlijk om alleen en gelukkig te zijn dan samen en ongelukkig. En tot slot in oktober is onze helderziendheid wat meer aan. Dus dat is wel bijzonder. Dat betekent dat we net wat meer zien dan normaal. Dat betekent dat we waarheden en leugens wat meer kunnen onderscheiden. Dat betekent dat we iets meer kleurtjes om dingen heen kunnen zien. Als dat toch al in je aanleg ligt, zeg maar. En dat we wat sneller schimmen in onze ooghoeken zien. En dat is gewoon allemaal normaal, dat is helder zien. Mocht je dus denken, goh, ik hou wel van deze staat van helder zien en ik zou dat vaker willen. Dan is het dus een leuke maand om te testen of je dat dus wil. En om dus daarna bezig te houden, wellicht met helder zien ontwikkelen. Zoals foto leren lezen, cursus doen of bijvoorbeeld samen met een vriend of vriendin gaan oefenen op je helder zien. Superleuk dus. Dat was het alweer voor het astrologisch weerbericht van oktober. Hoop dat je weer wat aan hadden. Abonneer vooral om niks te missen. Tot de volgende keer.